Het dodental door de explosies in de Chinese havenstad Tianjin loopt steeds verder op. De autoriteiten melden 17 doden, maar het zijn er volgens Chinese media inmiddels tientallen. Ook zijn er zeker 500 gewonden en talloze brandweermensen worden vermist. Gisteravond brak er brand uit in een containerterminal en die werd gevolgd door ontploffingen. Er was een enorme vuurbal te zien met een paddenstoelwolk. Het is onduidelijk of de brand nu onder controle is. En ook de oorzaak is nog onbekend. Verder zijn er vooral heel veel vragen over welke stoffen er nou eigenlijk letterlijk de lucht in zijn gevlogen. Mensen ter plaatse hebben gemeld dat er gekleurde chemicaliën op de grond liggen die op de minst giftig lijken. En anderen die op de plek des onheils zijn geweest, die hadden het erover dat ze al heel snel moesten overgeven. Alles wijst op dit moment nog steeds op een ongeluk. Waarbij dus een bepaalde stof vrij is gekomen die mogelijk niet in die container had mogen zitten. Er schijnt iemand van het bedrijf dat de containerterminal beheert te zijn gearresteerd. Al is dat in ieder geval nog niet bevestigd. Verder, veel mensen hebben de nacht doorgebracht op straat, noodgedwongen, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Een van de omwonenden die beweerde zelf dat het leek alsof het einde van de wereld daar was. Zo heftig en zwaar was blijkbaar de ontploffing. Nou, later vandaag is er nog een persconferentie die door de overheid wordt gegeven. En ja, daarin zal mogelijk weer wat meer informatie bekend worden over wat er nou eigenlijk precies is gebeurd.